Er was er wel overleg tussen premier De Croo en minister Van den Broeke, maar daar zijn nog geen knopen doorgehakt. Experten hebben sinds gisteren nochtans hun advies klaar. Ze willen een reisverbod op niet-essentiële reizen of toch zeker een verplichte quarantaine en test voor elke reiziger die terugkomt, ook als het gaat om een verblijf van minder dan 48 uur. Dat is volgens hen nodig om de meer besmettelijke Britse en Zuid-Afrikaanse varianten zoveel mogelijk buiten te houden. Psychologen vinden dat we studenten meer sociaal contact moeten gunnen. Laat ze samenkomen op kot of op internaat bijvoorbeeld. Ze hebben een voorstel al meteen doorgegeven aan de expertengroep GEMS. Uit de studie blijkt namelijk dat maar liefst 2 op de 3 studenten zich tijdens de eerste golf al niet goed voelden. En daar moeten we wat aan doen, vinden de psychologen. Hanne de Sutter, 20 jaar, zit in haar tweede jaar sociaal werk aan de UCLL Hogeschool in Leuven. Al maanden kiest ervoor om op kot te blijven en niet meer naar huis te gaan. Maar de lockdown is zwaar voor haar. En de reden daarvoor kan ze snel benoemen. Het sociale contact dat je niet meer hebt. Vooral ik ook. Ik zit op kot. Echt al heel lang. Je ziet niemand. Je komt enkel buiten om naar de winkel te gaan of zo. Ja, je kunt wel gaan wandelen. Maar soms is het ook moeilijk om die energie nog te vinden om naar buiten te gaan. Omdat je je juist zo slecht voelt. En Hanne is niet alleen. Want uit een kerstvers rapport van de expertengroep Psychologen in Corona blijkt dat het probleem in alle studentensteden heel groot is. Net is er een studie van de Universiteit Antwerpen gepubliceerd die aantoont dat 65% van de jongeren al in de eerste lockdown zich niet goed in hun vel voelden. We zien ook uit studies van KU Leuven dat studenten die bevraagd zijn, dat die zich eenzaam voelen, dat die weinig connectie hebben met hun medestudiegenoten. Maar ook de motivatiebarometer van de Universiteit Gent toont aan dat met name jongeren het moeilijk hebben. Opnieuw gaat het daar over eenzaamheid, weinig verbondenheid en ja, zich niet goed in hun vel voelen, weinig motivatie. Hanne bijvoorbeeld zit op kot met 7 andere studenten, maar mag met niemand van hen contact hebben. In alle gemeenschappelijke delen moeten ze mondmasker dragen en mogen ze niet stoppen om even met elkaar te praten. We zouden eigenlijk willen vragen dat zij mogen kiezen welke bubbel zij vormen. En dat zij bijvoorbeeld of met medestudenten of met kotgenoten een studie- of kotbubbel kunnen vormen. Wij stellen daar ook heel concreet voor om daar een sociaal contract aan te koppelen, waardoor dat zij heel duidelijke afspraken maken van dat is dan mijn bubbel en ik ga nu hiermee samenleven. Als studenten dan toch naar huis zouden willen, moeten ze een mondmasker dragen of getest worden. De psychologen hebben hun voorstel overgemaakt aan de GEMS. Ze hopen dat het volgende overlegcomité een beslissing neemt. Zo dadelijk getuigen agenten die het Capitool in Washington moesten beschermen tegen een woedende menigte. Ze hebben gevreesd voor hun leven, vertellen ze. Some guys started getting a hold of my gun and they were screaming out, kill him with his own gun. Er trekt op dit moment een sneeuwzone over ons land. Om 11 uur is het beginnen te sneeuwen aan de kust. Vandaar trekt die sneeuwzone verder over Vlaanderen. En dat levert mooie beelden natuurlijk. In Blankenbergen kleurde het strand helemaal wit. Omdat de temperatuur rond het vriespunt hangt, blijft de sneeuw liggen. Het KNMI waarschuwt dan ook voor rijm- en ijzelplekken en kondigt code geel af. Maar goed, veel mensen genieten vooral van die verse sneeuw en van een flinke sneeuwwandeling. De eerste sneeuwwandeling was echt waar. Het is echt genieten hier aan de kust. Het is echt zalig. Hopelijk blijft het nog een beetje sneeuw. Vanmiddag kan de kleine nog een sneeuwman maken in de tuin. We zien wel. Het is ook wel een beetje koud, nee? Nee, ça va. Eigenlijk goed kleden en we zijn met de auto naar hier gekomen. We wonen niet zo ver, we wonen hier in Blankenbergen. Dus even een frisse neus en straks wat Netflixen in de zetel. En we gaan meteen naar onze weerman David de Heenouw aan een witte kust in Blankenbergen. David, het is daar al goed begonnen, zie ik. Wanneer trekt die sneeuwzone dan over de rest van het land? Wel in het westen, grote delen van de westelijke helft sneeuwt het nu al, Katrien. We verwachten zo rond 14, 15 uur dat dat ook het centrum bereikt. En rond 16 à 17 uur ook de provincie Limburg. Dus het sneeuwt overal. Ik zou zeggen ervan profiteren. Want dat zal voor langere tijd na dit sneeuwdek gedaan zijn. Dus eigenlijk voor de rest van januari verwacht ik.